Goedenavond. Goedenavond. U mag eerst zitten. Jullie willen geloof ik alles opnemen, hè? Dus ook het zendertje en het chitchat. Ja, dan komt gewoon een beetje zo'n knipje. Wopke Hoekstra, welkom hier bij Vice. Leuk dat u er bent. Leuk om er te zijn. Ja, dit is wel een gekke ontwikkeling, hè? Staat er ineens CDA-lijsttrekker op uw cv? Ja, ja, ik ben het nu, denk ik, een week of zes. En ik ben inmiddels bijna aan het idee gewend. Dus. Ja, u heeft een heel mooi cv. Maar wat is uw schaduw-cv? En dat zal ik even uitleggen. Kent u de vraag? Nee, maar ik ben nu al... Ja, ik zal het heel even uitleggen. Iets waar je heel trots op bent, maar wat je natuurlijk nooit iets ludieks, wat je natuurlijk niet op je echte cv gaat zetten. Wat is het schaduw-cv van Wopke Hoekstra? Lastige vraag. Ja, toen ik jong en onverantwoordelijk was, toen was ik jong en onverantwoordelijk. Dus dat, ja, in die tijd werd het natuurlijk gedronken, werd het 's avonds laat. Ja, dat hoorde ook bij het leven. Maar heeft u ooit iets ludieks gedaan in een dronken bui? Of, ja, maar weet je wel, wat is het rafelrandje van... Er zijn rafelrandjes, zijn er genoeg. Maar ik weet niet of dat nou allemaal dingen zijn die we hier nou eens... Het schaduw-cv moeten we het rustig nog eens over hebben. Maar of dat schaduw-cv dan zich ook leent voor televisie, ja. Dat weet ik nog niet zeker. Uw partij is natuurlijk ook een hele keurige partij. Hè? Het CDA, het Christendemocratisch Appel. Partij voor nette, keurige mensen. Ja, wat mij betreft partij voor iedereen. Is dat zo? Absoluut. Dus voor jong en oud, voor hoog opgeleid, laag opgeleid, voor stad en platteland. Waar iedereen zich bij thuis kan voelen. Ja, en dan is het niet gek dat u daar dan de lijsttrekker van bent. Het klinkt alsof jij het wel gek vindt, Evelien. Maar... Nou, ik probeer het te zoeken. Wat straal je uit? Ik vind het een enorme eer en een enorme verantwoordelijkheid om dat te mogen doen. Ik vind het ook hartstikke leuk. En wat ik natuurlijk wil, is met een positief toekomstgericht verhaal mensen overtuigen om straks op het CDA te stemmen. Ik denk dat juist de kracht van het CDA is. En wat ik in ieder geval zelf ook heel belangrijk vind, is dat je een overtuigend verhaal hebt voor alle Nederlanders. Onderwijs en werk. Je mag de iPad erbij pakken. En de vraag luisteren. Hoi Wopke. Ik snap dat de KLM belangrijk is en... een functie vervult in infrastructuur enzovoort. Maar als de KLM zo buitenproportioneel veel geld krijgt en de cultuur in verhouding zo weinig, betekent dat dan ook dat jij de cultuur zoveel minder belangrijk vindt? Ja. Nee, zo is het niet. Snapt u die vraag? Ja, dat zo overkomt? Zeker. En ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag van groepen die zien dat andere groepen nog weer meer hebben gekregen. Bij KLM hebben we bovenop die normale regelingen hebben we nog wat extra's gedaan. Dus een extra lening naar KLM gegaan. En daarvan hebben we gezegd, oké, maar dan willen we daar ook dat een deel van de kosten door KLM zelf gedragen wordt. En we willen ook dat er afspraken worden gemaakt over het klimaat. Dus we proberen het zo eerlijk mogelijk te doen, maar het wordt nooit helemaal voor iedereen precies hetzelfde. Ja, wat ik proef uit deze vraag is ook wel dat sentiment van wie zijn er belangrijker, hè? Multinationals of gewone werknemers. En in uw speech op het partijcongres was u best wel radicaal. U zei het roer moet om, we hebben te lang de markt de macht gegeven en de overheid moet weer terugkeren. En ik dacht, dit is een soort revolutionair verhaal, dat u zo rustig praat. We moeten geen misverstanden laten ontstaan. Ja. Nee, ik heb het net iets anders gezegd. Wat ik vind is dat je een aantal structurele dingen die te maken hebben met waar mag je nou op kunnen rekenen als Nederlander als je gewoon hard werkt en je best doet, die zijn toch minder zeker geworden. En dat gaat over een vast contract. Dat gaat over een huis kunnen kopen. Dat gaat over kunnen studeren als je daar talent voor hebt. Als je zeker wil stellen dat de volgende generatie al die dingen ook weer heeft, ja, dan moeten er wel een paar dingen anders. Maar u geeft daar ook wel een beetje Rutte de schuld van. Hè? U zegt de Nederlandse belofte, die is door Rutte eigenlijk met voeten getreden. Maar u heeft zelf natuurlijk ook in het kabinet gezeten de afgelopen Zeker. 4 jaar. Zeker. En, ja. En ik heb ook daar gezegd, weet je, het is echt niet alsof het allemaal alleen maar kommer en kwel is. Ik denk dat we in een waanzinnig mooi land leven. Waar, u wilde bijna gaaf zeggen. Dat probeer ik op te oefenen om dat niet meer te zeggen. Ja. Waar er heel veel is om ontzettend tevreden te zijn. Alleen, voor de generatie van jullie kijkers, zijn een aantal van dat soort dingen gewoon veel moeilijker, veel minder zeker dan toen ik jong was. Ja. Nog één ding wat mij opviel, dat moet ik toch even gezegd hebben. Wat ik heel opvallend vond in jullie verkiezingsprogramma, dus het brug tussen onderwijs en werk, is dat jullie een nationale diensttijd willen inrichten. Hoe dan? Wat dan? Waarom?
Nou, uiteindelijk als je naar Nederland kijkt, we zijn met 17 miljoen individuen. Maar het is ook goed als er een klein beetje wij overblijft. Maar stel, ik ben 18, wat moet ik dan doen? Nou, dan moet je natuurlijk zoeken naar iets wat bij jou past. Dus een diensttijdtendens denken mensen meteen aan het leger. Ik denk dat je daar heel veel verschillende invullingen aan kan geven. Het kan ook zijn in de zorg. Dat kan zijn in het onderwijs. En sommigen die zullen zeggen, ja, maar ik wil wel het echte leger proberen. Maar je zou ook kunnen zeggen, van ze hebben een opleiding gehad. Dus ze willen gaan studeren, stage lopen. Ja. Moeten ook nog eens dan onbetaald of misschien maar een hele kleine vergoeding in diensttijd doen. Is het niet een beetje betuttelend om zo'n diensttijd in te voeren? Die mensen willen gewoon aan hun leven beginnen. Ja, maar ik denk het niet. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we in onze samenleving, met al onze individuele vrijheden, waar ik heel erg voor ben, ook iets van cohesie overhouden. Dat mensen elkaar nog wel tegenkomen. Dat je ook hele verschillende mensen blijft ontmoeten. Want dat leidt uiteindelijk tot meer begrip. En het is ook niet zo gek om iets terug te vragen van mensen. Om van mensen te vragen om iets terug te doen voor Nederland. Oké. We gaan naar het volgende thema toe. Hoi Wopke. Een vriendin van mij is op dit moment aan het verhuizen naar een kamer in Amsterdam. De kamer is 6 vierkante meter en ze moet daar €585 per maand voor betalen. Dus nu is mijn vraag aan u, waartoe zijn we hier op aarde? En hoeveel betaalde u destijds voor uw studentenwoning? Ja, ik weet niet of ik waartoe zijn we nou op aarde kan koppelen aan die kamer van 6 vierkante meter, maar het slaat natuurlijk totaal nergens op. Mijn eerste kamer was 300 gulden. Maar ik vind dat, ja, wat ik net al zei, het is ontzettend belangrijk dat we heel veel extra woningen gaan bouwen de komende jaren. Maar 300 gulden dus? 300 gulden, ja. Waar is dat misgegaan, dat nu zo ontzettend veel duurder is geworden? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat toch te maken heeft met te weinig aanbod, ook in de grote steden. Een van de redenen dat ik ervoor ben, dat als je nieuwe huizen neerzet, dat je dan ook speculatie tegengaat. Dat je zorgt dat die huizen niet allemaal in één keer kunnen worden opgekocht. Door een Prins Bernhard. Door een investeerder die denkt, ik ga vervolgens daar veel geld aan verdienen. Maar dat je zorgt dat jongeren daar ook met voorrang in ieder geval een deel van die woningen kunnen betrekken. Ja, nog heel even, en ik pak een kaart erbij, want we gaan even kijken waar gaan we die huizen bouwen natuurlijk. Ja. Maar waartoe zijn we op aarde? Ja, dat is een hele mooie filosofische vraag. Ja, ik denk dat we op aarde zijn om toch met elkaar er wat moois van te maken. Met al het moois en al het ellendigs wat het leven te bieden heeft, is toch de opdracht om met elkaar ervoor te zorgen dat we het elke dag weer een beetje beter krijgen. Dat ging vlekkeloos. Nederland, de helft. De andere kant staat de andere helft. Hoeveel huizen gaat het CDA bijbouwen? Ja, ik denk wat ambitieus, maar ook echt realistisch is dat je de komende 10 jaar een miljoen huizen erbij bouwt. Ja, 100.000 per jaar? Ja, ik denk dat dat kan. Ik denk ook dat het moet. Ja. We zitten nu op ongeveer 75.000. Ja, iets minder, ongeveer 70.000. Ja. Ja. Waar gaan we die bouwen? Nou, ik denk dat je aan gemeenten gewoon moet vragen waar die terecht moeten komen. En vervolgens vind ik het heel belangrijk dat we vanuit Den Haag er veel meer regie opvoeren. Ja, maar als even solliciteert naar minister voor volkshuisvesting, gaat het zo heten? Die ambitie had ik nog niet, nee. Maar om daarop te solliciteren. Ja. Maar wat gaan we doen? Doen we een nieuwe stad? Een soort Almere 2.0? Ja, jij vindt het mooi dat ik nu een beetje ga zitten prikken op die kaart. Nou ja, we kunnen hem omdraaien. Dan hebben we Brabant. Ik zou zeggen heel veel landbouwgrond. Ja, weet je, kijk, waar het nou om gaat is dat volgens mij ben ik niet degene die nu ergens in het wilde weg moet prikken in het zijn bestaande woonwijk, het zijn weiland, het zijn bos. Kijk, jullie zijn natuurlijk ook een beetje de Partij van de Boeren. En ik heb echt goed gezocht in dat verkiezingsprogramma. En ik dacht, jullie proberen een beetje te omzeilen dat er misschien ook wel landbouwgrond opgeofferd zou moeten worden voor woningen. Nee, maar er zijn ook bij het stikstofakkoord zijn allerlei afspraken gemaakt. Ja. Ook juist om bijvoorbeeld varkensboeren uit te kopen. Ja. Maar als ik nou op een bepaalde plek in Nederland een willekeurig in een weiland prik en jij zegt, ja, maar ik heb dat filmpje van die 6 vierkante meter in Amsterdam, dan ga jij me vervolgens uitleggen, ja, dat het dan weinig zin heeft om op een weiland waar je een gebouw neerzet te gaan wonen in Zeeland, als je eigenlijk in Amsterdam een grotere kamer zou willen hebben. Ja. Dus volgens mij moet ik het niet bepalen. Ik vind wel dat Den Haag een regierol te vervullen heeft en gewoon doorzettingsmacht moet organiseren. Ja. Het volgende thema is klimaat. Ja. Hey, ik ben Jess. En ik maak me veel zorgen om het klimaat.
Volgens mij lopen wij in Nederland erg achter in vergelijking met de rest van Europa. Dus daarom vroeg ik me af, Wopke, hoe bent u van plan de klimaatdoelen van Parijs te gaan halen? Hoe doen we dat? Ja, goede vraag. Kijk, het is natuurlijk enorm belangrijk, dat klimaat. Ik vind echt dat wij alles op alles moeten zetten om dit land ook leefbaar te houden voor de volgende generatie. Maar wat hij zegt, dat wij enorm achter zouden lopen op de rest van Europa, dat klopt niet helemaal. Ik denk dat wij juist, ik weet dat wij juist de afgelopen jaren ook een flinke inhaalslag hebben gemaakt. Met die klimaatwet en met alle maatregelen die we hebben genomen op het gebied van duurzamere energie. In de speech die u gaf op het partijcongres zei u Parijs is een plicht, ja. Maar we drammen niet door. Dit is zo'n grote uitdaging voor onze tijd. En ook nou ja, de kijkers van Vice zeiden met stip is dit het belangrijkste onderwerp, klimaat. Ik hoor het ook bij mijn kinderen. Dus, ja, maar voelt u ook die urgentie? Absoluut. Absoluut. En waarom zegt u dan we drammen niet door? Nou, ik zou zeggen, ga ervoor. Het gaat erom dat je het wel op een intelligente manier doet. Dus de kunst is om zo snel mogelijk te zorgen dat je die transformatie weet te realiseren. Maar ik denk dat door gebruik te maken van innovatie, door gewoon slim te kijken naar zon, wind, potentieel ook kernenergie, dat je die transformatie kan volbrengen zonder dat je allerlei werk het land uitjaagt en zonder dat de kosten dramatisch hoog hoeven te zijn. Ja, nou, innovatie duurt soms ook lang. Hè? En 2030 moeten we alweer de volgende doelen bereikt hebben. Ligt u wel eens wakker 's avonds van dat klimaat? We gaan eraan. Nou, ik denk dat het. Ik ben ervan overtuigd dat het echt een van de grote problemen van onze tijd is. Niet te groot. Dus het is altijd uit al die grote problemen er één kiezen. Ik bedoel, corona is nu ook een ontzettend groot probleem. Het is zeker een van de dingen die onze volle aandacht vraagt, ook de komende jaren. Maar het is ook niet het enige probleem. En is dit dan nog het moment om voorwaarden te stellen aan steun voor bedrijven, zodat zij het duurzamer doen? Want ja, nu trekken we de portemonnee als staat. Dus nu zou je ook kunnen zeggen van waarom zouden we in godesnaam bedrijven die vervuilend zijn geld geven? Volgens mij is het te complex om nu in deze fase dat ook nog daarin te proberen te versleutelen. Ik ben wel met je eens dat ik vind dat de komende jaren moet het veel aantrekkelijker worden om klimaatneutraal te produceren. En dat kan je als overheid wel degelijk beïnvloeden. Nu in de coronacrisis is er een heleboel mogelijk. We handelen snel, we zitten echt in een pandemie en een crisis. Ja. Waarom doen we dat niet voor het klimaat? Ja, ik denk de klimaatnoodtoestand afkondigen, een climate management team inrichten, urgentie. Ja, volgens mij ben je terecht heel bezorgd over het thema, maar iets te pessimistisch over wat we juist de afgelopen jaren ook al hebben afgesproken. Met een optimist wat betreft het klimaat. Sowieso. Denkt u dat er een verband kan zijn tussen het verloop van de toeslagaffaire en het gebrek aan etnische vertegenwoordiging in de Tweede Kamer? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, of de afspiegeling van de Tweede Kamer daarbij een rol heeft gespeeld, dat denk ik eigenlijk niet. Waarom niet? Nou, omdat de hier veel meer achter heeft gezeten vanwege de insteek dat je alles op alles wil zetten om fraude tegen te gaan. Was de toeslagenaffaire een geval van racisme? Nee, dat zeg ik niet alleen, maar er is ook echt onderzoek naar gedaan. Het hele ingewikkelde en het ontzettend pijnlijke is ook dat allerlei overheidsinstanties gewoon een heleboel dingen niet goed genoeg gedaan hebben. Dus het is over de volle breedte. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat de conclusie niet is dat, dat dit willens en wetens door een heleboel mensen expres verkeerd is gedaan. Misschien terug naar die vraag. Hè. Het gaat over diversiteit in de Kamer. Ja. U geeft aan, ik ben voor een inclusieve samenleving. Ja. Hoe divers is de lijst van het CDA? Nou, ik denk dat ook het CDA daar nog een opdracht heeft. Ja. Ik heb wel eens vaker gezegd, als ik in die CDA-zaaltjes kom, dan zie ik best veel mannen van boven de 50 en te weinig vrouwen van onder de 30. Dus dat kan diverser. Als ik uw lijst zie, dat is een hartstikke witte lijst. U heeft maar een paar punten over discriminatie in het programma. Ik zou bijna een beetje schamen van Black Lives Matter heeft ook vorig jaar gespeeld. Maar even Dan zorg je toch voor een diversere lijst. Er zijn genoeg goede mensen. Ja, dus ik vind ook oprecht dat we een opdracht hebben om gewoon als partij
te werken aan die diversiteit. Ja. En dat gaat over man-vrouw, dat gaat over blank-zwart, dat gaat over jong-oud. Ja. Maar je komt uit de consultancywereld. U weet toch, je gewoon moet een fatsoenlijk wervingsbeleid hebben. Dan moet je, ja, dus, moet je op tijd mee beginnen. Ja, maar dus, ik heb dat de afgelopen 6 weken niet in 1 keer allemaal kunnen veranderen. Nee, maar wat gaat er mis in die partij? Nou, wat ik daarom wel bewust wel heb veranderd, is dat vrouwenquotum. Dat gaat niet over het CDA, maar dat gaat over Nederland. Wat ik het ontzettend belangrijk vind, dat het makkelijker wordt voor vrouwen om topposities in het Nederlandse bedrijfsleven te krijgen. Dat is 1. Tweede is, ik heb zelf gezegd, laten we nou zorgen dat jongeren ook anoniem kunnen solliciteren. Waarom? Ja, omdat je ziet dat jonge mensen met hetzelfde talent als iemand die een oer-Hollandse achternaam heeft als Jansen of de Vries, door hun achternaam minder makkelijk aan de baan komen. En dat is natuurlijk gewoon niet eerlijk. Ja, een Hoekstra heeft meer kansen dan iemand met een andere achternaam. Ja, dat is natuurlijk niet oké. Ja. Ik heb het idee dat u eigenlijk progressiever bent dan het CDA wat dit betreft. Dus ook toen u Eerste Kamerlid was, heeft u als enige tegen de weigerambtenaar gestemd. En ook het adoptierecht voor lesbische paren als enige CDA-senator goedgekeurd. U heeft anoniem solliciteren toegevoegd, vrouwenquotum. Maar hoe gaat u die partij meekrijgen dat het CDA een beetje woke, kent u die term? Die ken ik zeker, ja. Ja, dat CDA iets meer woke wordt. Nou, dat moet het CDA niet tekort doen. Want het CDA heeft zelf deze dingen ook in het programma opgenomen. Wopke maakt het CDA meer woke. Dat scheelt maar 1 letter trouwens. Ik had er nog niet langs die lijnen over nagedacht. Maar het lijkt mij een fantastische slogan. Ja, nou, neem het mee in de campagne. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Dank. Zo, jongens, dat is werken. Leuk die vragen, hè? Ja, lachen. Nee, ook 2 van hoi, of 3. Hoi, Wopke. Ja. Ja, nee, dat is best. Nee, vind ik alleen maar prima. Maar hoi, Wopke, maar dan wel zo'n vraag met u. Ja.